bij touwtrekvereniging De Roppers in Dalerpeel. De Roppers, eerst maar eens even over de naam. Want waar heeft de vereniging die aan te danken? Dat is een hele goede vraag. En wat ik begreep van vroeger uit is dat als een stelletje, nou ja, noem maar domme boeren ergens aan een touw begonnen te roppen, hebben ze de bijnaam De Roppers gekregen. En vandaar dus hebben ze gezegd, nou dan maken we daar onze clubnaam van. Het is wel een mooie naam. Het is een mooie naam en blijft hangen, ja. Nu! Er komt heel wat bij kijken. Het gaat vooral op kracht, techniek en tactiek. Techniek is minstens zo belangrijk als kracht of gewicht. En dat was tegen mensen gedaan op de sportschool die nog 20 kilo zwaarder waren. Oh, dat doen we makkelijk. Nou, die waren binnen 2 minuutjes... die hebben heel hoge piekkracht, maar geen uithoudingsvermogen. En je moet ook echt samen doen, want als iedereen uit de maat gaat stappen, dan kom je niet ver. Holten! Je handen dicht bij het lichaam en je handen mogen niet voorbij je knieën komen eigenlijk. Want zo kun je de meeste druk zetten. En je zet je voeten ook altijd zo schuin neer, zodat je het meeste kracht hebt op je benen. Mocht je een klap krijgen, dan zak je altijd door de knieën en dan druk je ook weer uit met je knieën. De Roppers heeft 30 leden en dat is best veel voor een kleine plaats als Dalerpeel. Toch is de sport niet bij iedereen populair en daar wil de voorzitter graag verandering in brengen. Wij proberen bij de scholen te lobbyen natuurlijk om daar kleine toernooitjes te organiseren, vriendschappelijke toernooitjes te organiseren. We hebben het NK hier georganiseerd, gewoon puur het touwtrekken onder de aandacht brengen. Hou die druk! Hey! Ik ben hiermee begonnen doordat mijn broer dit ook al deed. En we organiseren elk jaar een vrienden- en familietoernooi in de Krim. En daar heb ik toen ook aan meegedaan met vriendinnen. En toen ben ik toch wel blijven plakken. Is het topsport? Ja, ik vind het wel topsport. Je moet wel constant bezig blijven met je voeding. En dat je niet te zwaar wordt. Ja, want hoe vaak trainen jullie? Wij trainen momenteel 2 keer in de week. Vroeger deden we dat toen ik erbij kwam bij de vereniging, trainen we 1 keer in de week. Dus we zijn 2 keer in de week gegaan en na het toernooi willen we gaan naar 3 of 4 keer in de week gaan. Dat we de laatste weken wel echt optimaal vet zijn. De leden van de Roppers doen niet alleen mee aan toernooien. Er zijn ook verschillende teams die touwtrekken in competitieverband. Hier in Drenthe tellen we 10 verenigingen met de competitie. En dan hebben we nog in Oost, dat is de provincie Overijssel en Gelderland vooral. Daar zijn nog een aantal verenigingen en in het westen van het land zijn er ook wel heel veel. 2 teams doen we mee in de competitie in Drenthe en we doen met een herenteam ook mee in de competitie in Oost. Oost is een niveau wat hoger dan in Drenthe. In Drenthe trekken we met 6-tallen, dus het gewicht niet belangrijk. En in de competitie in Oost waar we meedoen trekken we met 8-tallen en dan mag je maximaal aantal gewicht zijn met 8 personen. En hoe goed zijn jullie? Nou, in Drenthe zijn we best wel heel erg goed, maar over het landelijk dan is het toch wel... een beetje in de middenboot. Gaan jullie ook naar EK's, WK's? Ja, we gaan naar het WK in Mannheim, dat is het eerste weekend in september. En daar hopen we dat we goed mee kunnen doen met de wereldtop eigenlijk. En hoe verhouden jullie je tot de wereldtop? De eerste keer dat ik mee heb gedaan met een WK was in Holten, een aantal jaar geleden. En toen konden we net niet door naar de kruisfinales, toen werden we 3e in de pool. Maar ja, alle landen doen daaraan mee, hè? Alle landen doen daar mee. We waren van de Nederlanders een van de 14 teams. Nou, en van de hele wereld waren we een van de 30 teams. Dus ja, op zich hebben we niet zo heel gek gedaan, vonden wij. En voor de eerste keer dat we ons team meegedaan hebben, waren we tevreden.